Jain sir, Lieutenant Vikram Batra reporting, sir. Sir, your code name is Shesha. Shita ji, ik ben van mening dat je ten alle tijden je vrij uit moet kunnen spreken. Dat je, als jij de wet niet overtreedt, geen strafbare dingen doet, dat het ook niet kan zijn dat jij daarvoor gearresteerd wordt. Als het uitkomt dat er grove misstappen zijn gezet, of als het uitkomt dat er een beleid gevolgd is waarbij bewust met voorbedachte raden mensen vervolgd worden, wetende dat er helemaal geen vervolgingsgrond is, dan vind ik dat die mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat die gewoon juridisch verantwoording af moeten leggen. Over dit onderwerp ga ik zometeen, ben ik uitgenodigd bij het kabinet van de rechtercommissaris. Ik moet zometeen een getuigenverklaring afleggen. Door het manier dat ik gearresteerd ben voor de zaak waarvoor ik gearresteerd ben, wat allemaal oude koek is, dat slaat nergens op, ben ik ook van mening dat dit is om mij proberen te intimideren, te chanteren, proberen me bek te snoeren voor de getuigenverklaring die ik zometeen af ga leggen. Je kan me vastzetten, je kan me helemaal de tyfus inslaan, je kan me door mijn buik heen schieten, maar ik heb gewoon echt dikke, vette scheid aan corruptie. En ik scheid gewoon aan de leugens gewoon die de staat soms met hun vriendjes bij het OM en de politie vertelt.